Hallo kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines. Het is vandaag weer woensdag en ik dat we lekker doorgaan waar we zijn gebleven. Afgelopen maandag. Laat gewoon doorgaan, je weet, het kan wel weer regelen, maar goed gewacht. Ja. Goed, prima, ja. Ik had net weer een klein storingje gehad. Dit is de tweede keer deze week. Die bussen die rijden hier allemaal. Maar, zoals je natuurlijk weet, zijn er sommige bussen wat nog echt op 100% staat. Dus ik ga dit ook mooi... Kijk, hier 100. Dat is niet de bedoeling. Ik wil ze gewoon allemaal op 50 hebben. Ja. Die staat er. Die staat ook, ja, veel die zullen er al voor staan. Zo, die staat er 5, zie ik. Zo. Die staat ook al. Die staat ook al. Ook al. Ook al. Ook. Ook. Die niet. Die zo. Ja, ze staan door elkaar. Dat is gewoon vervelend. Oké, die staat gewoon daar. Deze heeft 2 stops. Dus die kan ik zelfs naar de 10% zetten. Oké. Veel die zullen... Zeg maar, kijk, want je kunt hier nu ook op random, dus en ik zet gewoon alles. Op bus. Want als hij random, dan kan hij ook op... bestaan en dat wil ik gewoon niet. Alles echt op bus. Bus. Oh, wat doe ik nou? Oh. Ik klik hem helemaal weg en dan weet ik niet meer waar ik ben. Bus. Ja, het is even vervelend om alles gewoon op bus te zetten. Bus. Bus.
Oh. Ja, zie je, hier zit het dus helemaal vast. Die bus die moeten allemaal terug. Echt, dat is gewoon... Gewoon niet meer normaal. Hoeveel treinen dat toch? Een dag komen. We moeten gewoon ook echt de fucking... Die zet er niet aan. En daar word ik gewoon... Helemaal gek van, weet je dat? Dat dit... Nou zit hij er wel aan. Die zit daar zo tussen. Dan is hij dus veel groter. Vanuit hier zo. Zo. Oké, die zit. Thank you.
Dan pakken wij die. Stop. Stop. Alle drie gewoon op een stop. Alle splitsingen van Itazu. Maar ik kan daar niet meer verder rijden, dat kan die niet. Ik word er soms zo gek van. Godverdomme nog eens toe. Ja, sorry hoor. Zo. Jongens, jongens, jongens. Wat een gedoe is het om zo'n kuttrein. Wacht. We gaan dat even anders doen. We gaan hem... ga je anders aanleggen. Vanuit hier tot hier. Dat licht. Dan hoop ik dat hij het tenminste nu wel gewoon gaat doen.
Zo. En dan heb ik hier ook een stopbaan. Hier stop. Hier stop. En dan stop. Goed. Ik hoop dat hij het nu beter doet. Hier heeft het een stap. Neem het die kant uit. Nou, dat het nu een stuk beter gaat, juist. Want zij staan daar nu allemaal hier zo te mooi doorheen. Kijk, als het goed is kan hij dadelijk gewoon... Oh, we gaan. Staat hier zo. Weet je wat ik ga doen? Ik ben het helemaal zat van degene die rechtsaf moeten. Goed. Oké, okay, wat gaat. We gaan even wachten tot hij afgerond is.
jij niet? Of wat doe jij hier helemaal? Ja, zo kunnen we heel lang blijven staan, jongens. Maar als jullie niet rijden... Hier, die trein die moet gewoon gas geven. Kijk, omdat deze trein niet wilt gaan rijden... Ik ga hem niet vertellen... Ja, dan gaat hij die station stop. Zat hij niet. Goed. Dat ga je gewoon niet menen, ja. Het is goed, die trein die moet gewoon weg. Maar ik snap niet waarom dat hij niet wegrijdt. Mooi. Ja. Goed. Nu gaat hij gewoon die hier zo voorbij. Moet hij toch weer helemaal overnieuw gaan doen, jongens. Of niet? Ah nee, geef wel. Ah, nu moet hij ook veel moeten gaan rijden. Ik hoor. Helemaal gek hier. Is hij nog steeds dicht? Hoe lang blijft deze wel dicht? Nog niet? Ah, ja. Nu rijden ze, hè? Kijk, zij rijdt nu ook. Oh, jongens, niet weer, hè? Gewoon niet weer.
is er letterlijk nou zo moeilijk om het te navigeren. Oké. Zo. Stop. En hier. Daar, zo zit het goed. Hier zo een stop. Ik hoop niet dat het nu een stuk beter is. Volgens mij, ja, ze staan hier wel stil. Maar bij deze kunnen ze tenminste gaan overslaan. Degene die daar niet hoeven kunnen... weg daar. Gaat dat bij deze ook? Dat gaat niet. Bij die moet je er overheen komen. Ja, dan komt dat deze gewoon stil staat. Aangezien die naar rechts moet. Ah nee, die moet gewoon rechtdoor. Oké, perfect. Dit loopt. Hier zo staat dus niemand. Dus dan zal het wel lopen. Ja, deze moet zo komen, dus ik kan hier niks mee veranderen. Kijk maar, alle treinen moeten daar zo doorheen. Kijk, en nu gaat hij dus open voor hoe lang. Dat is mooi. Die
van YouTube. Goed, kijk maar, ik ga het iets beleiden. Ik ga morgen allemaal dit weer onderhalen. We zijn dikker een half uur bezig. Deze video's zijn altijd een half uur. Ik kan helaas niks aan doen. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!